Sinds de oorlog in Israël is de haat tegen Joden toegenomen. Daarnaast hebben de laatste politieke ontwikkelingen angst ingeboezemd bij moslims. Missie Nederland heeft een actie georganiseerd om op te staan tegen antisemitisme en moslimhaat. Nu contact met Martine Versteeg, interim directeur van Missie Nederland. Goedenavond, mevrouw Versteeg. Goedenavond. Ja, wat voor actie heeft u concreet opgezet? Nou ja, inderdaad, in verband met de groeiende haat tegen mensen vanwege hun etniciteit of religie. Hier in Europa, maar ook in Nederland, hebben we ook een oproep nu gedaan van naar christenen toe. Van sta op, kom in actie tegen antisemitisme, maar ook tegen moslimhaat. Het zijn twee totaal verschillende fenomenen, maar we zien dat het nu ook wel gewoon heel erg groeit in Nederland. Ja, en waarom moeten we als christen in actie komen voor deze beide aspecten? Het zijn twee totaal verschillende dingen, dat geeft u zelf wel aan. Ja, nou, ik denk dat het nu gewoon in die zin de situatie is waar we nu in zitten, dat het beide aan het groeien is. En tegelijk is dat ook wel een ingewikkeldheid. Ik zou het liefst met u gewoon apart per fenomeen eigenlijk in gesprek willen. Want omdat ook elk fenomeen weer een specifieke reactie van zich verwacht. Mm-hmm. En tegelijk zie ik namelijk dat er heel veel christenen ook wel soort nu zoekend zijn. Het is zo'n complexe situatie waarin je dus ook wel merkt van hey, wat kan ik doen? Wat moet ik doen? Wat verlangt God van wat ik doe? En in dat opzicht hebben we geprobeerd om een handreiking die ook mede is ontwikkeld met de Europese Evangelische Alliantie, waar wij de nationale vertegenwoordiger van zijn, waarin we hebben gezegd van hey, kunnen we handreikingen geven? Die van antisemitisme was al klaar. Maar we merkten ook dat moslimhaat aan het groeien was. Laten we dat ook doen. Omdat we daarin ook wel geloven dat elke christen ook geroepen is om een weg te gaan van liefde. De weg die Jezus ons geeft. Wat absoluut geen makkelijke weg is. Want het is een. Ik moet denken aan wat Jezus op een gegeven moment ook zegt van zelfs je vijanden lief hebben. Het is een enorme klus en waarin we ook wel elkaar nodig hebben om elkaar scherp te houden. En ook als het ons raakt, van welke kant dan ook. Hè, we hebben gesprekken met christenen die onder moslims werken, die enorm hier geraakt door zijn. We hebben christenen die heel nauw samenwerken met de Joodse gemeenschap. En we merken dat er gewoon zoveel pijn en leed is. En kunnen we daarin ook de verbinding houden met elkaar. En daarin wel een duidelijke oproep doen tegen haat en tegen moslimhaat en tegen antisemitisme. En u noemt een handreiking die u heeft uitgebracht. Kunt u concreet even één punt uit die handreiking toelichten? Nou, het zijn dus, zoals ik zei, twee verschillende handreikingen. En elke handreiking gaat echt in op de specifieke fenomeen. Dus als ik bijvoorbeeld even antisemitisme, de oproep tegen antisemitisme neem, daarin hebben we geven we ook een schets, een historische schets, omdat ik merk dat bijvoorbeeld ook binnen onder christenen het geloof vaak is van oh, antisemitisme is alleen iets wat buiten het christelijke gemeenschap plaatsvindt. Maar helaas is dat niet zo. En ook historisch heeft de kerk en christenen hebben daar ook debet aan dat er antisemitisme is. Dus we geven ook een historische schets van het fenomeen. We geven daar ook een bijbelse schets of reflectie daarop. Met wat ook een christelijke reactie daarop kan zijn op antisemitisme. Ja. En mensen kunnen dit downloaden op jullie website missienederland.nl. missienederland.nl/ik ga de weg van liefde. Duidelijk verhaal. Dank voor uw toelichting, Martine Versteeg van Missie Nederland.